Aan, aber beim nächsten Mal. Ook op wintersport kan er wel eens wat misgaan. Maar je kunt een hoop doen om dat te voorkomen. Meervoudig Olympisch kampioen Jochem Uitenhagen geeft advies hoe je dat doet. Gezond eten en drinken tijdens de wintersport gaan niet altijd hand in hand. Maar een mooi vertrekpunt van de dag is een goed en gezond ontbijt. Bovendien, je zit vaak op hoogte, waardoor je extra vocht verliest. Dus zorg dat je voldoende drinkt. En wat betreft alcohol, natuurlijk mag je alcohol drinken. Maar wees verzekerd van jezelf en wacht met de alcohol tot bij de après-ski. Eet smakelijk. Voor de rest, je bent op wintersport en een weekje vrij. Dus genieten mag best, toch? Proost. Ik bedoel ook... Off-piste wordt mede mogelijk gemaakt door De Uithof, Tieleman Keukens en Chalet.nl. Welkom terug bij Off-piste. Deze week vanuit het wunderschöne Achensee. Ik sta bovenop de berg in Achensee en ik moet helemaal naar beneden naar het dorp. Vervelend, zeg. Een berichtje van Annika. Hé, en ik was net zo lekker bezig. Koert, skiën kan af en toe best wel pittig zijn. Maar in Achensee, daar weten ze er wel iets op. Want daar hebben ze het zwarte goud. En dat schijnt te helpen tegen papbenen en spierpijn. En vandaag ga jij ontdekken of dat echt werkt. Dus geniet ervan. Papbenen en spierpijn. Hallo? Ah, ze zijn Herman en ze zijn van dat zwarte goud? Ja, dat is richtig. We zijn van zwarte goud hier van Achensee. Oké, jongens, even een stukje berghistorie. Hermans voorvader vond hier ooit in een grot een soort steenkool, maar dan net anders. Hij gooide het in het vuur en het bleek een heel aangename geur te verspreiden. Hij nam het mee naar huis en dat was het begin van een inmiddels in heel Oostenrijk beroemd goedje. Wat zien we hier? Ja, hier sehen wir, wie man das früher gemacht hat. Das ist das schwarze Gold. Genau, das ist das schwarze Gold. Man sieht das hier eingekeilt zwischen Kalkfelsen. Ja. Der hat noch einen sehr hohen Anteil an organisch gebundenen Schwefel. Hat Fossilien, von Fossilien. Genau, von Fossilien. Es ist ein heel gek Idee, aber das ist gewoon, weißt du, es ist gewoon keihard Stein, aber dass das brennt, das glaube ich noch nicht. Das kann wirklich brennen. Das werde ich dir zeigen. Ja? Gut, ja. Zo, Koert-Jan is even onder de pannen. Maar wat ga ik nu doen? Annika, jij gaat vandaag het skigebied van de Achensee ontdekken. Maar ik denk, hoe kan ik het nou toch een beetje uitdagend voor jou maken? En ik denk dat ik het gevonden heb. En jouw leraar, want die heb je toch echt wel nodig, die staat inmiddels op jou te wachten. Succes. Hey Annika, bist du das? Ja. Hallo, morgen. Hi. Lucy. Ich habe schon auf dich gewartet. Oh, fijn. Hallo, ich bin Annika. Hi. Ja. Aber da ist irgendwas falsch. Das ist meine Überraschung, ja, glaube ich. Genau, wir gehen nämlich heute snowboarden. Ui, snowboarden. Das habe ich echt al 10 Jahre nicht mehr gedaan. Na, Koert-Jan, je wordt bedankt, want ich sei hier gewoon auf die Kinderweide. Top. Linke Knie ein bisschen das Gewicht. Da fängt schon an zu drehen. Und wieder beide Beine, genau. Gelukkig komt het gevoel snel terug. Want ich will natürlich wel wat mehr von het skigebied sehen, dan alleen de Kinderweide. Okay, ja, jetzt kommen wir hier schon ganz gut runter. Dann lass uns jetzt mal zu der größeren Piste gehen, oder? Bei der grote Berg. Top. Kommst du eigentlich von hier? Nein, ich komme gar nicht von hier. Ich komme aus der Mitte von Deutschland. Ah, und wieso kommst du dann hierher? Das ist halt hier mein Lieblingsskigebiet und ich finde das hier super schön, weil es nicht zu voll ist. Ja, und man hat trotzdem sehr, sehr schöne Pisten zur Verfügung. Und wenn Wind ist, kann man halt auch snowkiten gehen, unten auf der Snowkite-Fläche. Das ist auch ganz toll. Genau. So meteen ga ich snowboarden. En een goede jas is dan het halve werk. Even checken of ik wel de juiste aan heb. Hey Bas. Hey. Vraagje. Ik heb zometeen snowboardles. Ben ik dan wel goed gekleed? Want ik ga nog niet zo hard. En ik wil het absoluut niet koud krijgen. Je had het niet beter kunnen kiezen. De jas is voorzien van Firewall Magma. Nou, wat houdt dat precies in? Er zit zink in de voering van de rug van deze jas. Het houdt je 25% langer warm. Dat is natuurlijk wel erg fijn in de koude omstandigheden. Voor de rest is de set goed waterdicht. Je maakt als snowboarder natuurlijk meer contact met het sneeuw. En je wil uiteindelijk wel lekker droog blijven. Nou, dat is zeker waar. Hey, klinkt goed. Ik ga lekker beginnen. Heel veel plezier. Dankjewel. En breek geen been. Oké, doeg. Hoi. In het Steenoliemuseum laat Herman mij zien dat het harde bergsteen inderdaad brandbaar is. Hij gloeit, maar brandt nog niet. Wow, ja, ik zag het wel. Dat is apparent
Und man sieht hier deutlich das Ölgas. Und das ist eigentlich, das sind eigentlich Öltropfen in gasförmiger Form. Wenn sich die abkühlen, dann wird das alles zu kleinen Öltropfen. En die olie, die is goed voor je huid, je spieren, eigenlijk alles. En voor in bad. Het is niet echt een heel aantrekkelijk kleurtje dit, maar ik ben benieuwd. Heerlijk. Maar ik was toch niet helemaal voorbereid op de verrassing die toen kwam. Zo, en wie gefällt het is? Ja, zeer goed. Zeer goed? Ja. Oké. Dat is gemütlich, hè? Ik maak meerdere Bäder in de Woche met Steinöl. Dat entspannt extrem en hält mich fit. Ik kan dat zien. Het Steenoliemuseum is elke dag open. Als je een oliebad neemt, is Herman niet bij de prijs inbegrepen. Tenzij je dat heel graag wil, natuurlijk. Dankeschön. Super. Vanaf de Berenshoeve, waar je ontspannen kunt overnachten, heerlijk kunt eten, lekker kunt drinken en natuurlijk wijn kunt kopen, geeft Wietse van Jos Berens Wijnkoperij je elke week een smakelijke wijntip. Het lijkt hier wel één grote snoepwinkel. Ken je dat? Dat je in zo'n snoepwinkel staat en eigenlijk alles wel even wil proeven. Maar ja, je moet keuzes maken. Dus ik ga recht op mijn doel af. En dan kom ik bij Castello de Medina Verdejo. Komt uit Spanje. En de druifsoort is Verdejo. Sinds 1996 zijn ze hier in de Rueda op Castello de Medina bezig om frisse, toegankelijke, allemansvriends wijnen te maken. Verdejo heeft een beetje van het frisse van de Sauvignon Blanc en een beetje van het volle, wat vettige, wat romige van de Chardonnay. Nou, dan moet je een beetje kiezen en twijfel je. Ga dan precies tussenin zitten en ga voor de Verdejo. Bij Medina denken ze gewoon van, hey, de consument, de gast, jij bij de après-ski bar wil gewoon een lekkere, droge, witte, toegankelijke wijn die lekker doordrinkt. Nou, dan gaan we eens even kijken of het zo is. Mmm. Alsof de Spaanse zon zo binnenkomt. Heerlijk als après-ski wijn. Straks lekker bij het eten. Of straks even met je vrienden nog naborrelen. Onthoud, hè, Verdejo. Yes, geht's los. Ik heb de slag toch wel weer aardig te pakken. Maar het is dan ook een prima piste. En Fabian is een geweldige coach. Jetzt möchte ich gerne etwas von das Gebiet sehen. Ja, aber nicht mit dem Snowboard, oder? Juhu! Danke für den wunderschönen Tag. Ja, bitteschön. Es ist hier wunderschön hier. En deze verdient Aachensee. Prachtig gebied. Wat mooi is dit skigebied in Aachensee. Al die bomen en uitzicht op het meer. Het is goedkoop en de pistes zijn erg fijn voor beginnende skiers. Een marker dus. Hier moet je echt een keer heen. En misschien kan dat wel gratis. Chalet.nl geeft namelijk een wintersportvakantie weg. Ga naar rtl.nl/offpiste en beantwoord de volgende vraag. Hoe heet de bergtop boven de Aachensee die Annika en Jeroen vandaag beklommen? Doe mee en wie weet zit jij straks gratis in de sneeuw. Tot slot hebben we hier nog voor jou de tip van Paul. Ja, deze week gaan mijn tips over hoe ga je naar de wintersport. Dat kan natuurlijk met het vliegtuig, de auto of de trein. Het vliegtuig is natuurlijk het snelste, maar de meeste Nederlanders pakken de auto. Wat belangrijk is bij die auto? Veiligheid. Denk aan winterbanden. Bij winterbanden is het belangrijk dat het profiel minimaal 4 mm is. Verder is van belang sneeuwkettingen. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ga thuis oefenen in de donker met sneeuwkettingen. Want je komt tot de wintersport ook in de donker en in de sneeuw aan. En dan valt het niet mee om die dingen om te leggen. In de auto zorg voor warme kleding, een lekkere deken, wat eten en drinken. En natuurlijk de veiligheidshesjes, de tolvignetten. Het zijn allemaal dingen die verplicht zijn in de Alpenlanden. Dus wees goed voorbereid en neem daar de tijd voor. Maar, allerbelangrijkste, vergeet alles,
en ga lekker wintersporten. Of piste werd mede mogelijk gemaakt door Romex Investments, O'Neill en Tieleman Keukens.